Dat Ruud voor het groene shirt aan had. Maar dat gaan we zo meteen even allemaal meemaken. Nou, dan komt de eerste deelnemer aan. 853, Peter Gnodder. De allereerste deelnemer gefinished, Peter Gnodder, in de tijd van ongeveer 16 minuten 30 seconden. Dan komt op de tweede plek, daar zie ik hem aankomen, Ruud Blikman. Ruud Blikman gaat de tweede plek bemachtigen. Ruud Blikman van AV Athletics. Ook de organisatie van de Regge Survival, dat binnenkort ook gaat plaatsvinden. Montel Veldhuis. Montel Veldhuis, de 5 kilometer als derde geëindigd. Binnen de 17 minuten. Geweldig. 851. Chad Topkema. Chad Topkema op de plaats nummer 4. En daar komt met nummer 911. Komt eraan. Niels Jansman. Niels Jansman met 911 uit Hellendoorn. Nou, we zijn ook wel blij dat veel Hellendoorns en Mark. Mark is de Mark Zaathof, 841, 1734 officieus. De officiële tijden zult u zometeen zien op de website. En daar komt er weer de vraag naar aan. Er zal nog een klein sprintje komen. Ik denk haast dat er wel weer een Nijverdaller is. En dat is Jeroen Magielsen, gevolgd door Jan Loosman. En Jan Loosman is nog 2 seconden sneller dan Jeroen Magielsen. Geweldige eindsprint van Jan Loosman. Als iedereen over de finish is, denk eraan om je chip even in te leveren. Dan gaan we weer naar de volgende. We krijgen een langgerekt veld. Een langgerekt veld voor 5 kilometer van de Twente Salland Tunnelloop. Dan krijgen we 854. Komt binnen Jan Sinke van Urk. Helemaal uit Urk gekomen, Jan Sinke. 862, Maarten Renkema. En daar komt een Bouwhuis aan. 883, Daan Bouwhuis. En 976, Douwe Wijma. Douwe Wijma ook binnen op 1844. 836, Anton ten Elst uit Hengelo. En dan hebben we de eerste dame. Henrike Krommendijk. De eerste dame de 5 kilometer met 1859. En dan hebben we de tweede dame, ook van de Athletics. Arinda. Arinda. Arinda Scherpenkater uit Nijverdal. Geweldig. De tweede plek van de dames. Dan kregen we nog nummer 806, Niek Swienenberg. Niek Swienenberg ook binnengekomen. En 988, dat is een reserve. Ik zie even niet wie het is. En dan gaat 958 gaat over de finish. En dat is Nick Bergboer. Dan hebben we 901, Dirk Platjes. Dan komen ze achter elkaar binnen. Wilgert ook van Athletics. Wilgert Kamp met een tijd van 1943, 829, Sjoerd Engel. Sjoerd Engel, gevolgd door Rick Gal uit Zutphen. Rick Gal uit Zutphen, helemaal uit Zutphen hierheen gekomen. Roel Schotman uit Heidel, ook uiteraard een mooie Salland. Dan komt Wim Beltman uit Rijssen. Wim Beltman uit AV Rijssen. De collega sportclub, de collega atletiekvereniging uit Rijssen. 930, Kenny Bosveld uit Raalte. Kenny Bosveld, ook geweldig dat je meegedaan hebt hier. 839, Walter Heuvel uit Nijverdal. Weer een Nijverdal. En daar komt Geert Klumpenman aan met 940. Geert Klumpenman met Harry Dommerold. En Harry kon nog net 1 seconde sneller. 662, dat is Nancy Gerritsen. Nancy Gerritsen. En 606, Monica Naphoms. Monica ook aanwezig. Wat een kenjes vandaag allemaal. En allemaal hebben ze natuurlijk die 25 meter daling gedaan en 25 meter stijging. 7%. Ik ben benieuwd wat de heren daar allemaal van vinden. Jacobus Posma kwam net binnen. En 931, Kevin Bosveld uit Raad.
Schotten. En uit Nijverdal, Jan Velmaar. Jan Velmaar ook aan weerseveer. Alfred Laanman uit Nijverdal. Hans Uijen uit Houten. Nou, we zijn dus allemaal goed vertegenwoordigd hier uit de regio. Veel deelnemers uit Nijverdal, Hellendoorn, Raalte, Houten. Ginny Stegging van de combinatie, zeg maar een middenwerkster, heel geweldig. 753, Ans ook aanwezig. En dan komen ze achter elkaar binnen. Mark Wolfkamp uit Nijverdal. Paul Rolof, Kaya Kleinde, Freek van Leeuwen uit Nijverdal. Zeer veel mensen uit Nijverdal en omstreken. Daniel de Vries uit Nijverdal. Nou, wel geweldig. En daar zie ik nog een lekkere sprint van Daniel de Vries. 962, Richard Heimerings. Die doet het wat rustiger. Ah, daar zien we onze Bartus van Elburg. Ook altijd van AV Athletics. En onze Salland Trail organisator. Elk jaar weer deze lange afstandloop die georganiseerd wordt door Athletics. En met name Bertus van Uwer die daarvoor verantwoordelijk is. 746, Mirjam Sikman. Mirjam Sikman. En daar hebben we achter elkaar de lopers. 852, Henk Braker. Henk Braker ook over de finish. Een klein graadje geslagen naar 769, Mirjam van Wanderooy. Ook van de combinatie Leo ten Brinke. Dan kregen we 749, Jocke Bolink uit Houten. En uit Hellendoorn, Annemiek Smal. 865, Iemand Voortman. Henry te Brinken uit Houten. En 970, hier een klein beetje moeilijk, Jan Willem. Martijn uit Nijverdal, zeer zwaar gehavend, komt deze over de finish heen. Maar toch ook, hij heeft deze 5 kilometer afgelegd met goed gevolg. En hij kan ook vanavond een extra biertje drinken op deze geweldige prestatie. 740, Carla de Graaf, Carla de Graaf. En dan komt 698, Hanneke Koothoff. Hanneke Koothoff, geweldig. 892, Theo Kostes uit Goor. Een geweldige loper die op menig wedstrijd hier in de buurt ziet. Hij is er altijd bij. Heel geweldig. Theo Kostes. Dini Pasman, 761 met een mooie oranje bril op. De zon schijnt, dus je hebt natuurlijk wat camouflage voor je ogen nodig met 877. Jelle Twijnsma heeft dat niet, maar heeft dat waarschijnlijk ook niet nodig. Heel geweldig. 866, weer een bekende Nico van Dellen uit Nijverdal. Ook van AV Athletics. Zeer veel deelnemers van AV Athletics hier aanwezig. 926, moet ik even doorlopen, want je bent nog niet over de finish. Jeroen Jansman, ook bijna van Athletics. En daar zag ik zelfs de man van Anneke Raven ook al binnenkomen. Heel geweldig, ook hij is gefinished met een tijd van 24, nou pak hem weer 32. Ik weet niet of zij daar heel tevreden mee is met haar man. Maar we zullen haar zo meteen eens even gaan vragen of ze met een tijd van 24-32 tevreden is. Dan kregen we Jeroen Jansen van de Athletics uit Nijverdal. En ik zag Wim, zag ik ook alweer voorbij komen. En ik heb hier al heel snel even doorgekregen de nummers 1, 2 en 3. Marcel de Mannen had ik al gezegd, was Peter Gnolle nummer 1, Ruud Blikman 2 en Monte Foto's 3. En bij de dames, Henrike Krommerijk nummer 1, Renda Scherpenkater nummer 2 en Nancy Gerritsen uit Houten nummer 3. Allemaal mensen uit de buurt, behalve de winnaar bij de mannen. Dat is er een van Urk, de winnaar van Urk. En dat is Peter Gnurre. 670, ook een zeer bekende. Even kijken. Jongen, het gaat allemaal zo snel bij vandaag hier. Ach, we gaan even weer verder. Maar Miranda Rowen. Rowen daar is net binnengekomen. En 635, dat was Miranda Roda, die komt nu net over de finish heen. 922, Johan Kippers uit Wierden, heel geweldig. En weer een bekende, de vrouw van Geert Klumpenman, ook weer aanwezig.
en open binnengekomen Karin Schotten. Dat Schotten was het eigenlijk. Ronnie van Oenen, ook uit Nijverdal, met 820 is dat weer. En Wilma Lesje, wat heeft ze het moeilijk. Ze zou vanmorgen hardlopen, maar ze komt speciaal heen zullen hardlopen. En daar heb je de voorzitter van AV-Letics. De voorzitter van AV-Letics, Berry Nieuwland, is binnengekomen. Berry Nieuwland, de voorzitter. Hij zal een tijd zijn van 26.30 ongeveer. 26.30 voor de voorzitter. Ik had hem hoog ingeschat, maar ja, het zou wel een slechte dag zijn geweest. Dus dat is de meeste excuus die iedereen heeft. Het zou wel weer een slechte dag zijn geweest. Daar komt Billy Kruiselbrink van Almelo komt binnen. Dan Wietske Maat, ja, Wietske Maat is binnengekomen, de dochter van Robert Maat. En dan Joop Timmer is binnengekomen en dan komen ze achter elkaar komen ze binnen. Jesse Lintos, ook van AV Athletics. Jan Teravens is binnen, heel geweldig, met 822 is binnengekomen, Jan Teravens. Anne Rudde Giele is ook binnen. 642 zie ik hier. Annemarie uit, helemaal uit Eerde. Zij gaat nu net over de finish met een tijd van 27 minuut 40. Nou, het zal niet heel lang meer duren, maar dan gaan we zo meteen misschien wel weer tegen het einde aanlopen. Maar 631, Monique Stuut Goosen is binnen. En dan komt de volgende met 835 binnen. En dat is Eddie Perenboom, geweldig. Goed gelopen, Eddie Perenboom. Wat een kenjer. En daar komt Truus met de en John bij elkaar. Nou, John, heb je haar laten winnen of hoe zit dat? Zal ik die weer voor? Dat was Masha Peurzen en Eva van Muscher. En ik zag daar nog een Wim Brinks uit Rotten. Ook altijd een goede organisatie geweest van de Diepe Heel Rotte Bergloop. Diepe Heel Rotte Bergloop die op zaterdag 25 oktober weer gaat plaatsvinden. En er komen allemaal lachende dames binnen. Hoe is het mogelijk na deze zware wedstrijd? Wilma Slag was dat die zozeer zat te lachen. En dan komt Henk Schulenburg van AV Racer, ook op menig wedstrijd te zien. Henk Schulenburg. En met nummer 670 was dat. 67, Anouk Mars ook binnen. En dat zat weer een heel bekende Herman Breul met 904. En 979, Arend Oelen. Nou, ze hebben het allemaal wel erg moeilijk. Het is zometeen 5:30. Het is de bedoeling dat we om 5:30 ongeveer gaan beginnen met de prijsuitreiking. Maar ik wil net van de organisatie dat we even een paar minuten nog even. Maar er komen nog zoveel deelnemers binnen. Zo ook Linda Koning en Audrey Atema. Nienke de Wals ook weer. Die gaat nu zo de finish over. Ja, daar hebben ze allemaal, ook allemaal van Athletics. Ans was dat. En Ben, onze Ben, hij lacht zelfs nog. Hoe is het mogelijk na zo'n wedstrijd dat je er nog lachend overeenkomt komen met Yvonne Tempert, ook alweer van AV Athletics. Nou, ik denk, ben er een hele club hier nog van AV Athletics. Leuk dat jullie allemaal aanwezig zijn. Dan gaan we verder met Rietje Klei uit Hellendoorn. Rietje Klei uit Hellendoorn. En Benny Koershuis. Benny Koershuis ook alweer uit Nijverdal. Uit Raalte, Hellendoorn. Ik zie alleen maar lokalen hier lopen. Allemaal heel geweldig. Hanne Basma, die rende maar weer even snel voorbij. En dan zie ik de Ewald Wennemers ook uit Nijverdal binnenkomen. Jenny, het laatste paar meters, Jenny. Hey, geweldig. Jenny is binnen. Jenny Mooibroek uit Nijverdal.
Nou, en er komen, ik denk wel dat er nog wel een stuk of 30, 40 nog zeker moeten binnenkomen. We zijn nu een half uur, ruim een half uur onderweg. En deze 5 zware kilometers, ja, bij sommigen duurt het gewoon iets langer. Vandaar dat we de prijsuitreiking heel even hebben uitgesteld, een paar minuten, zodat ook de meesten binnen zullen zijn. Mijn stem gaat er binnenkort al bijna begeven, maar we gaan nog even door, want er zijn nog wat zonder meer mensen binnenkomen. Rianne Paalman, nog een paar meter, meid, kom op! Nog een paar meter en dan is ook Rianne Paalman weer bezig. Klaasien Hegeman uit Hellendoorn. Geweldig, die laatste meters. Ze zijn het meestal de allerzwaarste. En de Klaasien Hegeman, die heeft nog niet eens de finish gepasseerd. Ook dat moet natuurlijk wel gebeuren. Met 656 Marion Verweg met de zonnebril op. Ja, helaas op dit moment hebben we geen zon, maar toch hartstikke goed. Er komt binnen met 748 Ellen Hopster, de arme gaan omhoog. Ellen Hopster, heel geweldig. Gevolgd door Gerrit Diepeveen uit Wierden en Marjolein Wevers. Dan gaan we zo meteen beginnen met de prijsuitreiking. En we gaan beginnen met de eerste persoon uit de gemeente Hellendoorn. Degene die bij de mannen nummer 1 is geworden uit de gemeente Hellendoorn en de nummer 1 van de dames uit de gemeente Hellendoorn. En de nummer 1, en wil ik je vast vragen of ze beide even naar voren komen, dat is Ruud Blikman en Henrike Krommendijk. Ruud Blikman en Henrike Krommendijk. Willen jullie vast zich even begeven naar het podium? Nou, Henrike is al gesignaleerd. Ze staat er weer lekker te drinken. Maar Ruud Blikman. Is Ruud Blikman ook aanwezig? Ja, ik zie Ruud Blikman ook aanwezig. En Ruud Blikman is ook mede-organisator van de Rechter Survival. U weet, over een paar weken gaat hij zometeen van start. 1750 deelnemers. Binnen ongeveer anderhalf uur was je voorgetekend. Zo mateloos populair is deze Regge Survival die in juli wordt gehouden. We gaan nu beginnen met de prijsuitreiking. En dan wil ik de nummers 1 van de gemeente Hellendoorn wil ik even naar voren in hebben. Dan gaan we beginnen met de dame uiteraard. De nummer dame, nummer 1 van de gemeente Hellendoorn. En dat is Henrike Krommendijk. Met een tijd van 19 minuten rond. 19 minuten rond. Henrike Krommendijk, nummer 1 bij de dames van de gemeente Hellendoorn. De gemeente Hellendoorn is nummer 1 geworden. Henrike Krommendijk. Dan hebben we uiteindelijk een heer. En dat is wat ik net heb aangekondigd, de mede-organisatie van de Regge Survival. Dat is Ruud Blikman. Ruud Blikman, nummer 1 van de gemeente Hellendoorn. En de burgemeester Anneke Raven zal deze mooie prijs zal die uitreiken. Willen de mensen nog even de weg vrijhouden, want er zijn nog personen die nog binnenkomen. Willen de mensen de weg nog even vrijhouden, zoveel mogelijk. En dan staan ze, Henrike met Ruud, samen op het podium. Nummer 1 van de gemeente Hellendoorn bij deze Salland Twente Tunnelloop.
Karin ten Brinke, die komt nog even binnen, want mensen, let op, er zijn nog een aantal mensen die erover moeten komen. En zelfs onze 84-jarige moet nog binnenkomen. Onze 84-jarige Gerard. Jongens, Gerard Wolterink gaat zo meteen nog binnenkomen. Dan gaan we tussendoor ook nog verder met de prijsuitreiking. En dan gaan we beginnen met de dames. En de dames die worden uitgereikt door Leo Heegman. En de dames, ik neem aan dat ze alle drie aanwezig zijn, dat zijn Henrike, Arenda en Nancy. Henrike Krommendijk, Arenda Scherpekaten en Nancy Gerritsen. Willen die even naar voren komen? Zijn de drie aanwezig? Ja, ik zie er weer eentje. Arenda zie ik ook. En Henrike Krommendijk is uiteraard ook aanwezig. Mensen, wil je even aan de kant gaan? Er komen nog deelnemers komen binnen. Voor iedereen zoveel mogelijk aan de kant gaan. Maria Titsing is net even binnengekomen. Met een tijd van ongeveer 37 minuten. Dan gaan we even verder met de prijsuitreiking nummer 1, 2 en 3 van de dames. Als de dames even nummer 3 is geëindigd uit Houten. Nancy Gerritsen met een tijd van 20 minuten 42. En Leo Heegman gaat even de prijsuitreiking nummer 3. De dames. Ja, derde plaats voor de dames. En dat is geworden Nancy Gerritsen. Ik hoor net dat de fiets ongeveer op 300 meter ligt en daar komen de laatste binnen. Dan gaan we op nummer 2. Is geëindigd. Arenda. Ah, Arenda is Scherpekaten. Nummer 2 van deze Zaland Twente Tunnelhof. En Leon, ook een kus voor Arenda. Uitgereikt door Leo Heegman, directeur van de Leo ten Brinke combinatie. En op nummer 1. Ze lacht al. Geweldig dat ze hier aanwezig is. Henrike Krommendijk uit Nijverdal, ook van AV Athletics. AV Athletics heeft een fantastische kandidaat voortgebracht. Henrike Krommendijk, nummer 1, met een tijd van 19 minuten rond. En een bloemetje voor de dames. Wil iedereen nog even naar de kant gaan voor de laatste deelnemers die nog aankomen? De laatste deelnemers moeten nog komen. En nummer 1, 2 en 3. Dat zijn ze, Henrike, Arenda en Nancy. Geweldig. Alle vormen gaan we klaar. Nummer 1, 2 en 3. Dan zie ik nog even de fiets zie ik aankomen. Ik denk dat dat ongeveer de laatste deelnemer is die er aan gaat komen. Ik heb hier de laatste deelnemer die hier binnenkomen is Rob Ros. Rob Ros, die een tijd ongeveer gemaakt heeft van 37 minuten 35. 37 minuten 35. Rob Ros uit Nijverdal. En ik zie daar de fietser aankomen. Ja. Daar zie ik de laatste aankomen. Ik zie wat de dames zijn. Als het goed is moet Gerard Wolterink daar ook bij zijn. 84 jaar oud. 84 jaar oud. Gerard Wolterink. En daar komt. Ja, daar komen ze aan. De laatste. We gaan nog heel even wachten tot de laatste binnen zijn. Irma Wiggers uit Heerten is naar binnen gekomen. Irma Wiggers. Nou, geweldig, geweldig Irma Wiggers. Irma Wiggers met een 680. Harriette Braakman binnengekomen. Harriette Braakman nog een paar meter tot aan de finish. Nog een paar meter. En dan heb ik Gerard Wolterink nog niet gezien. Nou, ik heb Gerard nog niet. Ik dacht even dat Gerard al binnen was gekomen, maar het schijnt dat Gerard nog onderweg is. Gerard, die moet nog binnenkomen, onze 84-jarige deelnemer. 84 jaar en ga dan nog maar even 5 kilometer hardlopen. En niet alleen maar hardlopen,
ook de tunnel in en weer de hoofdje omhoog, hoofdje naar beneden en hoofdje naar omhoog. Nou, dat is dus fantastisch. Dat kan niet iedereen zeggen op een 84-jarige leeftijd. Maar we zijn natuurlijk in verwachting, ik zou haast zeggen blijde verwachting, maar ik hoor net dat daar toch wat aankomt. Ik zie in de verte zie ik wat wits met een blauwe broek aankomen lopen. Ja, er wordt al geknikt aan alle kanten. Dat is zonder meer geen mensen. Wilt u even de route vrijmaken? Hallo dames en heren, wilt u de route even vrijmaken? De route vrijmaken voor de laatste deelnemers. Er komen nog een paar deelnemers met een rood shirt aan. Ik heb hier de verbinding is helaas verbroken, maar dat zijn de laatste deelnemers. Dat is nummer 900 en 898. Geweldig, heren. Nog een paar meter en dan heb je de finish. En daar komt hij. Daar komt hij. Nou, de familie is al dolblij dat hij binnen is gekomen. Net was binnengekomen Erik Hutman en Hendry Hofstede. Erik Hutman, Hendry Hofstede. En dan de laatste. Ja, dat is hij. Gerard Wolterink. En hij staat onder de combinatie Leutebrinken. Gerard Wolterink. Met de shirt van Egerman aan. Hij moet nog even door de finish heen. Met een tijd van 42 minuten en 21 seconden. Gerard Wolterink, leuk dat je bezig was. Fijn dat je meegedaan hebt. Goed gelopen deze 5 kilometer. Heel mooi gedaan. Best wel een mooie tijd ook, hè? 42 minuten. Gerard, die zal zometeen even terugkomen. Dan gaan we verder met de prijsuitreiking. En dan gaan we zometeen even Gerard nog even apart feliciteren. We gaan verder met de prijsuitreiking. En we hebben net de dames gehad, maar we krijgen natuurlijk nog een categorie mannen. En de nummer 1, 2 en 3 die zijn toch bekend, had ik al genoemd. Peter Genode, Roet Blikman en Montel Veldhuis. Zijn de alle drie aanwezig en willen nu even naar voren komen? Dan, weet ik niet. Dan hebben we op de derde plek, geëindigd. Montel Veldhuis uit Nijverdal. Met de tijd nog van binnen de 17 minuten, namelijk 16 minuut 59 seconden. Montel Veldhuis. En die krijgt natuurlijk de beker van de derde plek. De beker van de derde plek uitgereikt door Anneke Raven, de burgemeester van de gemeente Hellendoorn. Anneke Raven die altijd aanwezig is bij elk sportevenement, vooral als het om hardlopen gaat. Dan hebben we de tweede plek. De tweede plek is geëindigd van AV Athletics, Ruud Blikman. Ruud Blikman op de tweede plek. En ook hij krijgt een mooie beker en een bosje bloemen uitgereikt door de burgemeester Anneke Raven. En uiteraard kunnen we één winnaar zijn. En dat is de man uit Urk. Helemaal uit Urk overgekomen. Onvoorstelbaar speciaal voor deze Zaland Twente Tunnelhof nummer 1. Peter Gnudde. Peter Gnudde, de nummer 1 vandaag van de Twente Zaland Tunnelhof. Met een officiële tijd van 16 minuut 31. Nou, ik heb het nog nooit geloven, maar Peter Gnudde heeft het vandaag gepresteerd. Op nummer 1 met een tijd van 16 minuten 31. En dat is een gemiddelde snelheid van 18, ruim 18 kilometer per uur. Heel geweldig. Heren, dankjewel, dankjewel. En dan wil ik nog één keer naar voren nemen. Ja, we blijven even bezig. Maar Gerard, de 84-jarige deelnemer, Gerard Wolterink. We kunnen je toen niet laten gaan. Ik vind het